We staan hier in Katwijk, waar de Oude Rijn de zee instroomt. Daar is sinds kort de allereerste bubble barrier ter wereld neergelegd. Ik ben hier met Claire Els en zij gaat ons wat vertellen over de bubble barrier. Ja, Robert, inderdaad. We staan hier bij de Limes bubble barrier. Het is eigenlijk een hele eenvoudige techniek. Er is een buis die wordt op de bodem van de waterweg geplaatst. Daar zitten gaatjes in en door lucht onder druk daar doorheen te sturen ontstaat een gordijn van dellen. En zoals je hier ziet, als je dat diagonaal op een waterweg plaatst, dan vormt het tezamen met de stroming van het water een beweging hier naar een afvalbak en dan kan je het plastic opvangen in big bags. Met het afval wat we afvangen, doen we monitoring en daar komt heel veel informatie uit vrij. We vinden bijvoorbeeld allerlei producten die via de overstort ook het water inkomen, die mensen via hun afvoer thuis of via het toilet weggooien, waar je niet bij stilstaat. De textielpins, de afwasborstelharen, tamponverpakkingen, dat treffen we allemaal aan. We komen ook plastic bekertjes tegen die bij festivals worden gebruikt. En dat heeft al tot actie geleid. Daar is de gemeente Leiden al op ingesprongen, heeft een verandering veroorzaakt. Een heel mooi resultaat wat je kan doen als je data verzamelt, waar je actie op kan nemen en waar gelijk gehoor aan wordt gegeven. Dit prachtige burgerinitiatief was bijna niet van de grond gekomen. Gelukkig hebben wij als GroenLinks, en daar ben ik trots op, het initiatief genomen dat de provincie met het ontbrekende geld op de proppen komt om dit prachtige initiatief verder te steunen.